Mijn naam is Martijn Jansen. Ik ben beweegmakelaar hier in de gemeente Bergen. Door middel van bewegen het verschil te maken. Doortrappen is een gratis programma voor iedereen die graag zo lang mogelijk veilig wil blijven fietsen. Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten en de eerste was op 11 oktober in Sportpark De Venhorst. Beweegmakelaar Martijn Jansen vertelt er meer over. Mijn naam is Martijn Jansen, ik ben beweegmakelaar hier in de gemeente Bergen. En vandaag hebben we het Doortrappen georganiseerd. Waarbij we eigenlijk proberen om door middel van het fietsen mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. En bij het Doortrappen gaan we het ook echt hebben over de fiets. En wat kun je nou doen om zo lang mogelijk veilig en fit op de fiets te blijven zitten. En daarmee te kunnen te fietsen tot je 100ste. We hebben daar ook een fietscoach en die zal verder het woord op zich nemen en de inhoudelijke informatie hier vertellen. Want hij weet nog veel meer over fietsen dan dat ik dat weet. Bij Doortrappen is niet alleen een beweegmakelaar betrokken. Ook wordt de expertise van een fietscoach ingezet. Doortrappen is een landelijk project. Door het ministerie van INW, Infrastructuur en Waterstaat, een jaar of 5 geleden uitgerold over het land om ouderen langer te laten fietsen. Vandaar fietsen tot je 100ste. Dat is eigenlijk de kern. En wat we daarbij doen, is mensen eigenlijk handvatten geven. Waardoor ze inderdaad weer verder kunnen. Soms zitten mensen op het grote fiets zonder dat ze het in de gaten hebben. Zijn ze een keer gevallen, zijn ze onzeker. Soms zijn verkeerssituaties lastig, dat ze niet weten wat ze daar het beste mee aan kunnen. Dat soort dingen. Overstap naar de driewielfiets is voor heel veel mensen een lastige. Op de e-bike gaan we wat harder dan op de gewone fiets en dat brengt ook risico's met zich mee. Nou, al die dingen probeer je een beetje in 3 bijeenkomsten van 1,5 uur mee te geven. Vandaag vooral theorie, vooral binnen. En volgende week gaan we vooral de praktijk in. Fietsen, opstappen, afstappen, snelheidsbeheersing, dat soort dingen. Is dan ook een fietsen maken. Die heeft dan ook een aantal fietsen mee om uit te proberen, maar ook om technische vragen te stellen over de fiets, dat soort dingen. En de laatste bijeenkomst gaat vooral over fietsen in het verkeer. Waar fiets je op de weg? Hoe verhoud je je tot anderen? Dat eigenlijk.